Een toepassing voor Ushiro Kesa Gatame is dat uw partner aanvalt en je pakt rechts op rechts, kruis links aan. Dus je gaat hier gewoon rechts voor doortrekken, je gaat over zijn rug pakken en je pakt hier vast op de schaal. Dan gaat je hier met uw voet zijn knie wegduwen en je gaat hem omkantelen. Je gaat de beweging afmaken door hier controle te nemen en je elleboog in zijn oksel te doen. Hoofdje naar beneden en dan heb je terug Ushiro Kesa Gatame. Een toepassing is dat uw achter u zit en gaat overlangs aanvallen en gaat hier de kruif vastgrijpen. Je gaat hem eigenlijk stoppen in zijn aanval. Je gaat hier de arm grijpen en je gaat de wijger hier over uw zijkant laten rollen. In uw rol grijpt je erover, elleboog hier in de oksel, gordel vastnemen, oog open. Je ziet duidelijk dat dit een andere vorm is van Ushiro Kesa Gatame, dus daarom een variant en geen toepassing.